Goeiedag en welkom weer bij een aflevering van Alpha Audio. Vandaag even in een hele andere setting. We hebben namelijk de werkplek gepakt om tutorials te gaan doen met screen capture en alles erbij. Dus het idee is dat wij vandaag een DS418 Play gaan installeren met u als publiek. Dus we zijn hartstikke blij dat je er bent, dat je hier naar kijkt, dat je de tijd neemt om naar deze tutorial te kijken. Ja, we horen ook graag of het bevalt. Dus vind je het wat, duimpje of zet het in de reacties. Vind je het helemaal niks en denk je van nou, laat maar zitten. Doe het oude stijl in de studio, dan horen we dat natuurlijk ook graag. Maar voordat we eindeloos gaan praten tegen u, let's go. Nou, we hebben dus, zoals ik al zei, een DS418 Play. En dat is deze doos. Hey. Check, daar is die. Even kijken in de camera. Ja hoor. Hey. En er zijn twee schijven uit. Maar die schijven gaan we erin doen. Dat is heel eenvoudig bij een Synology. Je kan gewoon een schijf in de bracket leggen. Om even een voorbeeld te geven. Hup. Dit is een lege bracket. Nou, dan kan je de clipjes van afhalen en dan doe je er een schijf in. En dan heb je een volle bracket. Nou, dat is een kwestie van 1 minuut. We hebben het al vaker laten zien op video. Dus check de video's van Synology om te kijken hoe dat moet. Deze schijven doen we in de NAS. We gaan ervan uit dat als je een 418 Play koopt, dat je ook twee of meer schijven hebt. Dus we doen er meteen twee in. Dan kan je tijdens de setup zien hoe dat gaat bij zo'n installatie van een NAS. Want het is niet zo heel erg moeilijk. Dus we doen 1 en 2 schijven erin. We zetten de NAS aan. Nou ja, in principe het installeren van de hardware zelf is echt een fluitje van een cent. Je doet de adapter erin. Dat is gewoon een baksteen met een stekker eraan natuurlijk. Je doet de netwerkkabel erin en je zet hem gewoon aan. Nou, vervolgens start de NAS op en kan je met een programma als DS Assistant, of Synology Assistant, sorry, kan je de NAS gaan zoeken in het netwerk. Dus wij gaan nu even kijken. DS Assistant, Synology Assistant, sorry, dat is 2 keer. Dat is niet goed. De Synology Assistant kan je gewoon downloaden vanaf de website van Synology. Die zie je hier zo, voor mijn neus. En dat is deze. Synology.com/nl/support. Nou. Vervolgens kan je naar ondersteuning. Dan ga je naar het Download Center. En dan tik je gewoon het type nummer van je NAS in. Nou, in dit geval 418. Het is een DS418 Play. Go! Krijg je een hele lijst met beschikbare downloads voor je neus, waaronder DSM 6.1.4. Nou, kan je ervoor kiezen om die gewoon meteen te downloaden. Dan kan je tijdens de setup dat pattern filetje, zoals ze dat noemen, importeren. Dan heb je meteen de laatste versie. Of je kan gewoon zeggen, nee, ik doe dus hele setup automatisch en dan download die zelf de laatste versie. Nou, dat geniet natuurlijk wel een beetje de voorkeur. Wij downloaden de Assistant. Hoppa. En dat is een faaltje van 8 MB. Dus die is ook binnen no-time binnen. We hadden hem stiekem natuurlijk al geïnstalleerd. Hij staat hier. Openen we hem. We hebben een paar nasjes hier staan. En hier staat hij. Want standaard is de naam gewoon Disk Station. Nou, vink hem aan. Klik op verbinden. En je gaat naar de setup pagina van de Synology NAS. Nou, klikken we hier op installeren. Zegt hij, yo, installeer de laatste DSM. Doe maar. Ja, go. Ja, ik begrijp dat de schijven leeg gaan. En dan gaat hij nu de Disk Station Manager installeren. Vervolgens als dit klaar is, en dat duurt gewoon een paar minuten, word je opnieuw naar een pagina geleid. En dan ga je door de wizard heen. Dus we zien je zo weer terug. Als je toch aan het wachten bent, vitamine. Het is geen koffie. Nou ja, als je toch aan het wachten bent, kan je maar beter gezond sapje drinken, toch? Dit duurt veel langer dan we hadden gepland. Nou is het wel zo dat dit proces enorm versneld wordt met goede schijven. We hebben 2 oude schijven erin gedaan. We hebben hier geen WD-RETS zomaar voor het oprapen. Dus met een goede schijf is dit proces in zeker de helft van de tijd te doen. Maar goed, we zijn er. Je kan nu je account aanmaken. Dus je kan je NAS een... even kijken.
Ja, daar ben ik weer. Je kan je NAS een naam geven. Zeg test NAS. Heel saai. Gebruikersnaam test. Wachtwoord mogen jullie niet weten. En je kan de netwerklocatie van de NAS delen met de rest van het netwerk, waardoor je heel gemakkelijk via find.synology.com je NAS kan vinden in je netwerk. Nu is het wel gedeeld met Synology ook, maar wij zien hier niet echt een heel groot probleem in, eerlijk gezegd. Dus we klikken op volgende. Nu gaat hij de schijven analyseren en is de administrator account ook meteen ingesteld. We zijn nog niet klaar. De volgende stap is om te kijken van hoe ga ik met updates om. Nou, ik zou altijd zeggen, installeer de belangrijkste updates. En smart control is om te kijken hoe gezond je schijven nog zijn, of ze nog in goede staat zijn, of geen bad sectors op zitten, hoeveel startups ze hebben gehad, etc. Gewoon lekker aanlaten, ook die beschadigde sectors, gewoon aanlaten en naar volgende. Kom je nu bij Quick Connect. Nou, Quick Connect is een super handige manier om op een kinderlijk eenvoudige manier te verbinden met je NAS, waar dan ook ter wereld. Of het nou thuis is, bij de buren, op vakantie, op Antarctica. Met een Quick Connect ID, en dat kan elke naam zijn die je instelt, moet natuurlijk niet al gepikt zijn die naam. Maar met een Quick Connect ID kan je met een achtervoegsel zonder port forwarding, firewall regels inloggen op je NAS. Wordt namelijk de poort gereroute, heel technisch gedoe. Maar waar het op neerkomt is dat je met bijvoorbeeld testnas.quickconnect.me kan je op je NAS inloggen zonder dat je je router of je thuisnetwerk hoeft aan te passen. Dit gaan we nu niet doen, want dit is een review sample. Is het je eigen NAS? Zeker dit proces doorlopen. Simpelweg een account aanmaken en een Quick Connect ID ingeven en je bent klaar. Weet ik. Nou, nu kan je ervoor kiezen om de basispakketten te installeren. Wij kiezen er altijd voor om zelf te kiezen welke pakketten je installeert. Dus deze slaan we ook lekker over. En dan kunnen we inloggen. Nou, zijn we er nu in. We willen die helps niet meer zien. Gaan we als eerste naar het Package Center. Moet je natuurlijk de voorwaarden accepteren, want hey. En wat je dan precies accepteert, is natuurlijk altijd maar de vraag. Nou, je ziet hier allemaal apps. Onderaan bevolen natuurlijk alleen maar Synology apps. Maar wat we als eerste gaan installeren op deze 418 Play, is de Media Server. Het is een klein pakketje, dus het is ook binnen no time geïnstalleerd. Maar wat je in de Media Server namelijk kan inregelen, is dat je je transcoding instellingen op orde hebt. En die transcoding is met name voor videostation interessant, want muziek transcoderen vinden wij niet echt meer nodig. Maar we gaan nog eventjes hier ook videostation installeren om te laten zien wat je in videostation nog kan instellen om transcoding nog beter te maken. Gaan we ondertussen naar de media server. En dan zie je hier. Nou, wij hebben de netwerkkabel blijkbaar in de tweede LAN-poort gedaan. Dat boeit niet, want netwerkverbinding is netwerkverbinding. Maar wat je nu kan doen is onder DMA compatibility kan je zeggen videotranscoding inschakelen. En dan staan eigenlijk alle formats al goed. Het gaat om MKV, want het is een containerformaat. Dus er kan bijvoorbeeld H265 in zitten. Maar hij zet alles om naar een format wat ieder apparaat kan lezen. En dat kan bijvoorbeeld zijn Windows Media of AVI. Dat zijn van die gangbare codecs, ja, eigenlijk ook containers, maar die elk apparaat wel snapt. Audiotranscoding zou ik persoonlijk uitlaten. Want ja, een smartphone leest doorgaans wel FLAC. Tenzij je misschien een iPhone hebt, maar Apple heeft inmiddels ook de FLAC codec gewoon geïntegreerd. Dus ik zou niet weten waarom je transcoding moet instellen. Tenzij er echt noodzaak voor is, omdat je eigen smartphone of audioplayer het niet kan spelen. Staat nu de media server goed? Dat moet ik natuurlijk wel nog even toepassen. Ja, dan kan je hier interessant onder bladeren, kan je zelf kiezen in wat voor format de media server titelinformatie en artiestinformatie moet doorgeven. Of hoe foto's geordend moeten worden. Maar dat laten we even voor een andere tutorial. En daar hebben we trouwens al eerder tutorials over gemaakt. Gaan we nu eens naar Video Station.
En eigenlijk al meteen word je geconfronteerd met... hey, wat leuk dat je Synology hebt en dat je kan transcoderen online, offline. Online transcoding is gewoon real-time transcoding. Als je een stream start, dat de ontvangende kant een format krijgt wat hij snapt. Maar je kan ook offline transcoden. Dat je bijvoorbeeld tijdens een import sessie de files al transcodeert naar een format voor het apparaat zelf. Dus als jij een Apple iPad hebt of een Android tablet die bijvoorbeeld geen H265 kan afspelen, en dat komt heel veel voor, dan kan je zeggen, nee, transcode het maar. En dan heb je het meteen op je device, kan je het meteen meenemen naar het vliegtuig of waar dan ook naartoe. En dan kan je je videootjes spelen. Oké, nou, die hebben we nu al gezien. Dan zie je hier onder het tandwieltje, zie je ook weer onder geavanceerd, zie je hardwareversnelling inschakelen. En dan kan je transcoding toestaan. En ook dat passen we toe. En nu moet eigenlijk alle video wel gewoon afspelen op een ander device. Werkt als een tierenlier. Als je een play hebt, ben je eigenlijk wel gegarandeerd van dat video goed getranscodeerd wordt. We moeten nog wel even kijken of alle audiosporen ook gewoon werken. We hadden afgelopen weekend de iEar Show en daar hebben we ook lekker op het tabletje nog video's gekeken. En eigenlijk ging dat wel feilloos. En dat was vanaf een DS1515 Plus. En die kan ook gewoon transcoderen. En VideoStation, ja, eigenlijk alles werkte gewoon flawless. Dus we waren wel blij verrast dat we eindelijk een keer op afstand gewoon een video konden kijken op een tablet via internet. Zonder hiccups, zonder schalingsproblemen of al dat soort dingen. Dus we hebben goede hoop dat nu VideoStation met de DS Video app gewoon goed werkt. We hopen dat je dit een interessante tutorial vond. Vond je het tof? Duimpje. Zijn we hartstikke blij mee. Zie het liever op een andere manier. Laat ons dan weten waarom. En we kijken dan of we dingen kunnen aanpassen voor u. In ieder geval weer super bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.